25 april 2015. Nepal. In een paar seconden tijd worden duizenden mensen gedood door een allesvernietigende aardbeving die miljoenen dakloos zou maken. De verwoesting is enorm. Op Mount Everest veroorzaakt de aardbeving een dodelijke lawine. Rondom hoofdstad Kathmandu worden gebouwen en dorpen van de kaart geveegd. Ook diep in de bergen richt de aardbeving een enorme ravage aan. Na een paar weken veroorzaakt een tweede aardbeving wederom verwoesting en ellende. Nu, een paar jaar later, wonen honderdduizenden mensen in krotjes of ernstig beschadigde bouwvallen. Samen met Wendy van Amerongen reis ik de moeilijk bereikbare Nepalese binnenlanden in. Om met eigen ogen te zien hoe noodhulporganisatie MedAir de arme bevolking ondersteunt. Door ze te helpen met het bouwen van aardbevingsbestendige huizen. Volgens onderzoek is de kans groot dat er binnen korte tijd weer een nieuwe grote aardbeving zal plaatsvinden. Dit kan vele doden tot gevolg hebben. Het bouwen van veilige woningen is daarom een race tegen de klok. Om de Nepalese aardbevingsslachtoffers te helpen, komt Family 7 in actie. Ik ben hier nu al een paar dagen in Nepal. In dit gebied alleen al wonen meer dan 7000 mensen die getroffen zijn door de aardbeving. Ik ontmoette een moeder die bang was voor het leven van haar kind. En een ouderstel van wie het huis op instorten staat. Veel mensen wonen nu met hele families in krotjes en zijn zo arm dat ze geen geld bijeen kunnen krijgen voor een nieuw huis. Velen van hen vrezen voor hun leven. Als ze 's nachts gaan slapen, weten ze niet of ze de volgende dag nog wakker zullen worden. Bang dat een volgende aardbeving hun onveilige woning of hutje bovenop hun hoofden laat instorten. Een levensgevaarlijke, onhoudbare situatie. Ik zag hoe je een degelijk aardbevingsbestendig huis kunt bouwen. En hoe de mensen daardoor hier weer veilig kunnen wonen, zelfs als er een aardbeving komt. Naast dat MedAir de mensen hier wil helpen in deze erbarmelijke situatie, probeert ze de bevolking ook te verbinden. Zelfs door eeuwenoude tradities heen. Ik sta hier naast Willem. En Willem is country director van MedAir. Landsdirecteur. Landsdirecteur, ja. Jawel. Wat doe jij dan? Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de strategie. Dus we hebben met het team samen een strategie bepaald. Wat gaan we hier in Nepal doen? En hoe gaan we het implementeren? Voor mij is mijn doel vooral om hun heel veel vrijheid te geven en hun op te bouwen, te leren, te laten groeien. En tot nog toe gaat het geweldig. Tof. Nou, jij hebt mij hier naartoe meegenomen, maar wat wil je me hier laten zien? Arma Parma, daar gaan we over praten. Okido, ben heel benieuwd. Ga je mee naar beneden? Ja, ja? Ik volg jou. Oh. Arma Parma is eigenlijk gewoon een heel gebruikelijk concept in Nepal, wat in de cultuur wordt gebruikt. Wat wordt gebruikt voornamelijk bij het oogsten. Wat je hier om je heen ziet, het regenseizoen begint, over een paar maanden gaan mensen de oogst binnenhalen. En dat doen ze door samen te werken. Dus niet iedereen die zijn eigen oogst binnenhaalt, maar mensen werken samen. En kunnen op die manier sneller meerdere landen helpen om de oogst binnen te halen. Heel mooi principe, maar in de wederopbouw van huizen werd dat niet toegepast. Dus iedereen stond er op zichzelf. Ja, helemaal alleen voor dus. Helemaal alleen voor. Ja. De leefgemeenschap waarin wij werken bestaat vooral ook uit een grote groep kwetsbare mensen. Dus stel je voor iemand die oud is, iemand die niet meer fysiek erg sterk is, iemand die helemaal geen geld heeft, om dan alleen te gaan je huis te gaan herbouwen, met onze support natuurlijk wel, is heel moeilijk. Ja. Dus het hele idee is met Arma Parma om met de community samen te werken. Hier zie je een voorbeeld ervan dat mensen samenwerken. En een ander mooi iets vind ik, dat ook als je praat over de verschillende kast. Ik ken het Nederlandse woord daarvoor niet, sorry. Kasten, het kastensysteem. Ja. Heel mooi. Er zijn ontzettend veel kasten in Nepal. En ook met dit hele clustersysteem brengen we mensen bij elkaar. Want wat we doen, zoals je ziet, is het geografisch gezien een enorme uitdaging. Dus we brengen ongeveer een groep van 10 huiseigenaren bij elkaar. En die mensen gaan met elkaar samenwerken om een huis op te bouwen. Dus daar komt het op neer. Maar je bedoelt van kasten, mensen die
in een hogere en lagere positie geboren zijn? Of is dat, dat hoe zij het hier zien? Hè? Want het is natuurlijk niet zo, maar zo zien zij dat. En officieel mag het ook helemaal niet meer, bestaat het niet. Maar het bestaat ergens. Het is nog steeds een realiteit hier. Ja, het is nog steeds een realiteit. Ja. Een van de voordelen is, kijk, wat überhaupt gaaf is, mensen leren elkaar beter kennen. Dat zeggen mensen ook, van ik kende in het verleden mijn buurman helemaal niet. Want de huizen zijn zo ontzettend bij elkaar verdeeld. Ja. Wat ik mooi vind is dat de sterke de meer kwetsbare mensen helpen. Een ander iets is, ze besparen heel veel geld. De meeste mensen hier zijn arm, die leven van de oogst. Maar om een huis op te bouwen is geld nodig. En mankracht nodig. En je kan mankracht inhuren, dat kost geld. Maar door het samen te doen, bespaar je daarmee weer heel veel geld. Precies, ja. Dus dat is nog gewoon een heel groot voordeel wat we hierin zien. Een ander voordeel daarvan is weer, we kunnen sneller gaan. We hebben maar een bepaalde hoeveelheid tijd om dit project te realiseren. En als iedereen zijn eigen gang gaat, dan gaat het project 10 jaar duren. En wij willen gewoon in 2 jaar tijd 1263 huizen hebben neergezet, samen met de lokale community. En dat gaat lukken. Met Wendy en Nirosh, een ingenieur, ben ik boven in de bergen. Op deze plek is een heel dorp in gevaar. Waar zijn wij nu, Wendy? Nou, we staan nu bovenop een landverschuiving. Als je hierachter kijkt, kan je het zien. Er is steeds meer aarde wordt meegenomen van het land wat bestond. En daar staan wij nu aan het topje, zeg maar. Ja. En hier zie je dus ook dat steeds meer land wordt meegenomen. The nearby settlements were within the few hundred meters, they are really vulnerable to this landslide. And based on our discussions with the experts and geologists, they also predict the downstream villages also encounter dangerous situations in the long run. How many people are in danger? Approximately around 1,000 people. Het is zo indrukwekkend en groot. Je ziet gewoon hele stukken weggehakt. En het is eigenlijk zelfs heel mooi. Echt heel dubbel om dat zo naast elkaar te kunnen zien. Iets wat zo mooi is dat dat tegelijkertijd ook zo gevaarlijk kan zijn. Can you tell me about landslide? So landslide is basically a natural phenomena in which we see the debris or mud going down the slope. Which is characterized by a number of different factors, like the rainfall, sometimes the earthquake, and sometimes just the weak geology beneath the surface of the earth. So that's basically the things that characterize the landslides. And we generally see the downhill slope, and the mud or the debris will float downhill. Yeah. And how dangerous is a landslide? So in this case, the landslide is really dangerous. So as this landslide was ever expanding, so people have stopped growing the crops and fields over this area, and they have particularly used this area for animal grazing. So one of our beneficiaries recently shared one experience with us that they lost their animals due to this landslide because the ground was vibrating at the time they were grazing, and they fell down the slope and they were no longer be a part of the livelihood. My experience of working in this landslide for past few months, so we have already seen a lot of changes from that are visible to our eyes. We have seen in these few months, we have seen a lot of extra lands or the agricultural lands that have been swept away by the landslide, and we can already see a lot of lands are about to be engulfed by this landslide. You mentioned the changes here. What can we expect? Is this ground going to fall? Or? Yeah, I think sooner or later it has to fall because you can see a massive cracks, and they are pretty incredible. Deep and deep inside. And when, especially during the monsoon seasons, when there is heavy rainfall, the rain infiltrates in between these cracks, and the whole chunk will become really vulnerable. And
So we can expect in a few months or in a few weeks, and these whole chunks might sweep away. So it's a matter of weeks or a short months? Short months, yeah. Yeah. We komen dus net terug van de aardverschuiving en we staan nu aan de achterkant van de aardverschuiving in het dorpje, wat dus gevaar loopt. Kun je je voorstellen dat je hier leeft, dat je daar ziet dat de aardverschuiving er is? Tot voor kort zag je dat nog ineens. Ik ben hier een paar maanden terug geweest, toen zag het er heel anders uit. Er is gewoon weer een aantal meters weggeslagen, waar ik een aantal maanden geleden kon staan. Kan ik nu gewoon helemaal niet meer staan. Dus je ziet gewoon dat het een enorme dreiging is voor de bevolking. De bevolking is gewoon ontzettend bang dat hun land wordt meegenomen en straks ook hun huizen. En het gaat heel hard. En stel dat er een aardbeving komt? Ja, dat is het dubbele gevaar. Weet je, de mensen leven al met het gevaar van de aardverschuiving, maar als er een aardbeving komt, kun je je voorstellen dat het nog veel erger is. Want het kan ten eerste... kan het hun huizen in gevaar brengen. Ze leven al in onveilige huizen omdat ze niet terug durven te bouwen, omdat ze niet weten hoe snel die aardverschuiving gaat. Ze leven gewoon op een tikkende tijdbom. En je weet, nou ja, we hebben hier een aantal dagen geleden is er ook nog een aardschok geweest. Er kan van alles gebeuren. Maar kunnen ze dan niet gewoon verhuizen? Ja, dat dacht ik ook. Dat was ook mijn eerste gedachte toen wij hier kwamen, want ik zou hier niet willen wonen. Maar het probleem is, deze mensen hebben generaties lang, is dit land gewoon van hun. En dat gaat van ouders op kinderen. En ze hebben gewoon geen ander land. Deze mensen zijn hartstikke arm. Die hebben geen geld om ander land aan te schaffen. We gaan even kijken of de familie hier thuis is. Want die wonen dus hier gewoon naast de aardverschuiving. Namaste, namaste. 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 Nice to meet you. How is it living so close to the landslide? Jerry Bosu Basra Gristi Kencho. Until Poira Ago de Hijat Forera. Only Ami Yeta Bosra. This landslide started about 50 years ago. It was very small in the beginning, but after time passes, it has become so large that we are very terrified by the landslide. We used to live nearby there in the past, but as it's increasing, we have been shifting away from the landslide. Oh, already? However, the landslide is coming near by our house. We had a large portion of land nearby there, but now it's gone. How can you sleep at night? I'm fine, right? We don't have any option rather than staying here. This is the best place for our, because we have been grown in this place when we were young. Similarly, we don't have enough money to buy land in a better place. Therefore, we will be struggling staying here till the last time. De dorpelingen leven onder een dubbele bedreiging. Ze wonen in slechte huizen die levensgevaarlijk zijn bij een nieuwe aardbeving. En ze worden bedreigd door een aardverschuiving die snel dichterbij komt, terwijl ze nergens naartoe kunnen. Wat kan Matt er dan doen? Nou, dat vind ik wel heel mooi, want hij is dus ook heel onzeker van wanneer gebeurt het, wat. En wij weten zelf ook, kijk, hij is al wat ouder, hij heeft nu één aardbeving meegemaakt waardoor het weer erger werd. Maar wat als er nog zo'n heftige aardbeving komt, dan gaat het allemaal veel sneller. Wat Matt er heel goed in kaart kan brengen, door de aardverschuiving echt in beeld te brengen, dus te mappen heet dat, kunnen we zien hoe snel het gaat. En kunnen we ook een soort voorspelling doen van hoe het zich gaat ontwikkelen. Als we die data kunnen combineren, dan kunnen wij ook deze mensen meer vertellen van, nou, dan heb je kans dat je hier dus niet meer kunt wonen. En wat Matt er ook doet, is echt bij de overheid lobbyen en hun vertellen, deze mensen en hun land is gewoon in gevaar. En als Matt er het in kaart heeft gebracht, dan kunnen we heel duidelijk tegen hen zeggen, dit is gewoon het gevaar. En dat is wat Matt er nu aan het doen is. Als we naar beneden rijden, gaat het langs diepe ravijnen en smalle, glibberige bergweggetjes. Gelukkig is Suresh een uitstekende chauffeur. Maar ook voor hem is het goed oppassen geblazen.
Dan opeens staat de auto stil. Can someone get Wendy out? We zijn onderweg naar onze volgende afspraak, totdat we ineens moesten stoppen. En nu is dus een van de wielen van de auto van de weg af. Dus we moeten nu even gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Dus dit is een spannende bedoeling. De jeep hangt met een wiel over de rand. Eén stuurfout en de jeep zou naar beneden kunnen vallen. Daarom maakt Suresh het ene wiel vrij en verstevigt het andere. Er wordt een touw om de voorkant gebonden. Zo proberen we de jeep met de hele crew eruit te krijgen. Gelukt! We zijn bevrijd. Hij heeft het eerst vrijgemaakt. Toen hebben ze een touw erom gebonden. Hard getrokken. Hij durfde toch te rijden. En nu zijn we weer back on track. Ja, bij Metair, dat is echt het onverwachte. Kan ieder moment gebeuren. Ik heb echt al heel vaak van dit soort dingen meegemaakt. Maar het mooie is, we hebben God aan onze zijde en er bidden ook heel veel mensen voor ons. Maar we maken natuurlijk ook heel veel andere dingen mee in het werk zelf wat we doen. En bij Metair moet je gewoon heel oplossingsgericht denken. Dat is een ding. En ik denk dat ik dat ook eigenlijk wel een beetje bij Metair heb geleerd. Niet in problemen denken, want die kom je genoeg uitdagingen tegen, maar in oplossingen denken. De hele vallei staat vol met huizen die door de aardbeving zwaar beschadigd zijn. Extreem gevaarlijk voor de bewoners. Dan te bedenken dat bouwmaterialen voor nieuwe huizen ook allemaal over dit soort wegen moeten worden aangevoerd. We gaan kijken bij een onderzoek waar huizen worden beoordeeld. Bij dit huis zijn ze nu bezig met basisonderzoek. Als Metair een nieuw project begint, dan moeten we natuurlijk alle basisinformatie weten om een project te kunnen starten. Dus dat gaat om hoe erg is je huis beschadigd, hoeveel familieleden wonen er in dit huis of woon je in een ander onderkomen. Zo, ze zijn aardig luisterend. Ook of je dieren hebt? Ja, of je dieren hebt. Okay, ja. Of je je materialen kunt gebruiken van het huis wat is beschadigd. Allerlei van zulk soort vragen, zodat wij weten wat hebben we straks nodig om hun te kunnen helpen. Nou ja, hier zijn ze bezig om die vragen te stellen. Saugat is onze vertaler en hij werkt als ingenieur voor Metair. Hij kijkt even mee naar de staat van het huis. Ja, this is a traditional way of building a house. Yeah. However, they lack seismic components so that it will be earthquake resisting. Yeah. And this house need to be demolished in the future. Therefore, this house don't seem as if it is safe from earthquake point of view. Yeah. Yeah. So can you show me some of these cracks? Yes, sure. Yeah, we can see over here, there's a large crack on the wall. Mm-hmm. This decreases the load-bearing capacity of the wall. Therefore, it may be one of the reasons for the collapse of building. Okay. Similarly, we have got another vertical crack over here. It's throughout the wall. This means that this wall is separated from this. Oh, yeah, yeah. Yeah, and when next time when there is a small shock, this wall may collapse down. We have a lot of crack from inside also. Oh. So there are outside and inside? Yeah, there are outside and there are lots of cracks inside the house also. So this house is not safe from the earthquake resisting point of view. Wonen in dit huis is levensgevaarlijk. Dit is aardbevingsgebied. Al bij een kleine aardschok zal het huis instorten. Daarom is het hard nodig dat de mensen die hier wonen een veilige plek krijgen om te leven. Metair is nu al een tijdje bezig om in dit gebied aardbevingsbestendige huizen te bouwen. Samen met Wendy gaan we op bezoek bij Radhika van 22. Ze heeft een maand geleden een baby gekregen. Als we aankomen is Radhika haar baby aan het voeden.
Yeah, they are extinct. Namaste. 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 Oh, you have a little baby. And what a lovely house you have. कस्तो राम्रो घर रहेछ तपाईँको भन्नुहुन्छ Can I see the house? हामीले तपाईँको घर हेर्न सक्छौँ सक्नुहुन्छ ओके स्योर And do you sleep here? तपाईँ यो कोठामा सुत्नुहुन्छ को को सुत्नुहुन्छ यहीँ सुत्छु म Yeah, I am sleeping over here. Te mooie klamboe. So how many people are you in this house? तपाईहरु जम्मा जम्मी यो घरमा कति जना बस्नुहुन्छ? 11 12 जना जति बस्छौ. We are total 12 people staying in this house. Okay. Hier durf ik wel veilig te slapen. Dit is een veilig gebouwd huis. En ik ga even aan onze vertaler slash ingenieur vragen waarom dit dan een veilig gebouwd huis is, want hij kan me dat heel goed uitleggen. So can you tell me why this is a safe house? Yeah, basically the principle of earthquake resisting house is it should move as a box. That means every walls of the house should move at the same time in the same direction. Okay. So if we in this kinds of house we are providing such kinds of bands. This is a RCC band with the concrete and steel inside it. And this helps the building to move simultaneously. Yeah. As well as it stops the cracks. As we have seen, cracks penetrating through the wall, throughout the walls. Yeah. But if we provide these kinds of bands, then the crack will stop over here. So it would only crack like this, yeah, and then it stops. If the cracks start from here, it will end up here. It will not go downward. This will make the structure earthquake resistant. So if there will be an earthquake, this house won't collapse, right? This house won't collapse because it is a very safe house from the earthquake point of view. But if the earthquake is really bad, then it may collapse, but it will give sufficient time for the people to escape. Radhika is erg blij met haar huis. Op de veranda vertelt ze ons over wat ze meemaakte tijdens de aardbeving. I was in the house during the earthquake. I was very terrified and felt like where to run. Because everything was shaking and landslide was falling. What did you do? And after the earthquake came, I ran to the field. Because I was very terrified. We made a very temporary type of shelter for a few days at the beginning by using some sticks and tarpaulins. After a week, we made another temporary shelter that can last long. Radhika woonde 2 jaar in een hutje, vertelt ze ons, waar het water van alle kanten instroomde. During the time of summer, the child used to have different wounds on his body. And during the time of winter, I was frightened whether my baby may catch pneumonia or something like that. So I was always terrified of my life of the baby. Things changed and it got better and you got a safe house. What's your perspective on life now? How do you look at your future? Yeah, I am wondering that whether the earthquake may come again. And I wish that this time my house don't fall down. And the life of my family will be safe. The thing I expect is that I can get enough food for my life. Wat ik zo mooi vind, dat ik zo'n
volle lach op haar gezicht zie. En haar hele ogen staan zo anders dan bij de vrouwen die we spraken bij al die hutjes die nog herbouwd moeten worden, waar het project gewoon nog niet gestart is. Weet je, hier, de eerste huizen zijn nu af en ik zie echt zo'n verschil. En ja, daar word ik zo blij van. Zie je een ontlading bij de mensen of wat zie je? Ja, weet je, je ziet dat stukje hoop terug. En als je de hoop kwijt bent, of het is heel ver weg, dan worden mensen natuurlijk heel depressief of heel negatief. En hier, als we hier rondlopen in de plek waar de huizen worden herbouwd en waar mensen gewoon weer toekomst hebben. Dus ze heeft alles wat ze nodig heeft. Ze hoopt dat ze voldoende te eten heeft en dan is ze blij. Dan is het goed. Nou ja, en dan zo'n lach, dan denk ik echt van waar maken wij ons soms druk om in Nederland. Ik word hier heel blij van dat we dat met Metair kunnen doen. Dat we dat stukje kunnen brengen. En dat hebben we gewoon ook voor die andere mensen nodig die nog geholpen moeten worden. Ja. Metair heeft gelukkig al veel families kunnen helpen. Deze arme mensen hoeven niet meer bang te zijn voor een volgende aardbeving. Ze wonen nu in veilige huizen. Maar er zijn nog veel anderen die wachten op een veilig onderkomen. De hutjes waar de mensen nu in wonen zijn zo slecht dat de kinderen en ouderen vandaag ziek worden. Ze zijn bang om te gaan slapen, omdat hun hutjes of onveilige woningen boven hun hoofden zullen instorten bij een volgende aardbeving. En zo'n aardbeving kan volgens onderzoeken elk moment plaatsvinden. We hebben een aardverschuiving gezien en ook gezien hoe gevaarlijk dat eigenlijk is. Een dorp zo vlakbij, zeker als er een aardbeving komt, zitten we met een nog groter risico. Maar we hebben ook gezien hoe jullie mensen samenbrengen en de krachten bundelen om samen aan de slag te gaan. Maar hoe kunnen wij jullie nou helpen? Nou, allereerst in de vorm van gebed. Gebed is gewoon keihard nodig. Je hebt inderdaad gezien hoeveel uitdagingen er zijn. De wegen die slecht zijn, er zijn geen ziekenhuizen in de buurt. Dus onze medewerkers dat ze veilig blijven op het moment dat ze reizen en naar de projecten toe gaan. Maar ook natuurlijk voor de mensen zelf, die vaak nog in hele slechte omstandigheden leven. En dat we voordat er een nieuwe aardbeving komt, een nieuwe huizen kunnen bouwen. Er is gewoon nog heel veel nood. En daar wil Metair graag wat aan doen. 1 euro wordt 5 euro waard. Hoe zit dat dan in elkaar? Nou, de overheid die draagt zelf ook heel veel bij. Alleen ze kunnen de omvang van de ramp niet aan. Er zijn gewoon 600.000 huizen onbewoonbaar verklaard. Nou, dat is zo'n grote omvang van de ramp. Daar wil Metair ook graag een steentje in bijdragen. Daarnaast hebben we een donor bereid gevonden om ook bij te dragen als het andere geld binnenkomt. Dus daar willen we graag voor zorgen dat het andere geld ook binnenkomt. En we hopen dat we, de kijkers van Family 7 daarin ook bij willen dragen. Voor 1000 euro kunnen we hier gewoon een huis neerzetten die 5000 euro kost. En dan hebben mensen gewoon een veilige plek om in te wonen. En laten we eerlijk zijn, we willen natuurlijk voor iedereen een veilig huis. Een veilige plek om te kunnen leven. Dus als u iets kunt missen of iets wil geven, doe dat dan. Iedere bijdrage, hoe klein of hoe groot dan ook, is hier ontzettend nodig en wordt ontzettend gewaardeerd. Maar ook in de vorm van gebed kunnen we uw hulp gebruiken. Bid mee, strijd mee voor deze mensen, want ze kunnen uw hulp gebruiken. En zo kunt u ook bijdragen om hier een hele mooie, veilige, leefbare situatie van te maken. Inmiddels helpt Metair al veel gezinnen. Maar om iedereen in deze omgeving te helpen, is er nog veel meer nodig. Voor 25 euro kan Metair al een kubieke meter stenen kopen voor een huis. Voor 100 euro huurt Metair een tractor die 4000 kilo aan materialen van de stad naar dit afgelegen gebied brengt. En voor 1000 euro van uw steun bouwt Metair een volledig aardbevingsbestendig huis. In de volgende aflevering worden we geconfronteerd met een dodelijk ongeluk. Een van de mensen die door Metair wordt geholpen, is met een tractor van een berghelling gestort. Hij laat vrouw en kinderen achter.